Achter mij zie je een somber hoofd van iemand die het leven niet licht opvat. En dat is ook zo. En dat is professor Willem-Adriaan Bonger. En dat is de eerste keer in de cyclus dat we het hebben over een Nederlandse socioloog. En ja, het is eigenlijk toch wel jammer dat we deze hele cyclus het moeten hebben over de grote buitenlandse sociologen, Tocqueville, Spencer, Comte, de grote Marx. En dat we het eigenlijk helemaal niet hebben over. Maar wat gebeurde er in die tijd nou eigenlijk in ons eigen land, in Nederland? Ja, dat is gewoon. Ik zou daar best veel over kunnen vertellen. Ik heb, zoals Henry weet, mij verdiept in leven en werk van meester H.P.G. Kwak. Een 19e-eeuwse jurist met. Ja, die is een soort proto-socioloog, zou kunnen noemen. Heel interessante man. En er zijn er meer. Waar wat over te vertellen valt. Jeronimo de Bos Kemper is iemand die schreef een boek, De Wetenschap der Samenleving, in het midden van de 19e eeuw. Het is een onderwerp wat me ook interesseert. Maar we hebben er gewoon geen tijd voor. Ik zal het je nog eens erger vertellen. Volgend jaar wordt dit programma in 8 weken gegeven. En dan heb ik maar 7 weken dat ik college mag geven. Misschien zelfs maar 6. En dan vliegt dit college er ongetwijfeld uit. Dat past dan niet meer in de nieuwe opzet. Dus ik realiseer mij ook vandaag, dit is waarschijnlijk de laatste keer in mijn leven, want over 3 jaar ga ik met pensioen. Het is misschien wel de laatste keer in mijn leven dat ik over deze Bonger praat. En de tranen springen je spontaan in de ogen, want het is wel mijn lieveling om redenen die direct heel erg duidelijk zullen worden. In Nederland gebeurde er namelijk ook van alles in die tijd. En Bonger is, als je er dan toch eentje uit moet vissen, zeker de belangrijkste vooroorlogse auteur in Nederland. Want hij heeft het vak sociologie in Nederland op de kaart gezet. Hij was de eerste professor in de sociologie in Nederland. Hij is benoemd als professor in de sociologie en de criminologie in Nederland in 1922 aan de Universiteit van Amsterdam. Vandaar dat ik bij alle voorlichtingen altijd zeg tegen de middelbare scholieren, als je sociologie gaat studeren, ga naar Amsterdam. Wij zijn de oudste en we zijn de grootste. En dan zeg ik nog een paar mooie dingen. Maar de oudste is dus echt waar. In 1922 wordt er een professor in de sociologie en de criminologie aangesteld aan de UvA. Een nieuwe leerstoel die dus nog niet bestond. De meeste van die leerstoelen. Bijvoorbeeld die leerstoel die toen in het leven is geroepen voor meneer Bonger, voor deze meneer. Die bestaat nog steeds. Dat is zin niet, hè? Dat de universiteit is eigenlijk, het is net als met de paus. Pausen komen en gaan, maar de zetel blijft bestaan. Dat is de stoel van Sint-Pieter. En dan een tijdje lang zit daar een meneer op en dan gaat hij dood. En dan komt er een volgende meneer, maar die stoel blijft bestaan. Nou, de stoel die toen gemaakt is, in het leven geroepen is in 1922. En waar als eerste meneer Bonger op ging zitten, die bestaat nog altijd. En daar zit nu professor Jan-Willem Duivendak op. Die is dus in zekere zin de stellvertreter van professor Bonger. Daarmee is het in Amsterdam begonnen. En dat is natuurlijk voor Nederland heel belangrijk, want daarna zijn er allemaal hoogleraren in de sociologie gekomen aan andere universiteiten. Ik geloof dat Utrecht de volgende was en daarna ging het al heel snel. Leiden, Nijmegen, Groningen. De sociologie ging zich verbreiden over Nederland, maar vanuit Amsterdam. Dat is toch interessant om je dat te realiseren. Amsterdam is de bakermat van de sociologie in Nederland. En het waren vaak ook in Amsterdam afgestudeerde, briljante mensen die elders tot professor in de sociologie werden benoemd. Nou, dat maakt Bonger natuurlijk een heel erg interessante meneer. Hij heeft ook in andere opzichten heel erg bijgedragen aan de institutionalisering van het vak sociologie in Nederland. Bijvoorbeeld doordat hij een tijdschrift heeft opgericht, Mens en Maatschappij, 1925. En net zoals die leerstoel van Bonger tot op de dag van vandaag bestaat, bestaat ook het tijdschrift Mens en Maatschappij tot op de dag van vandaag. Er zijn eigenlijk 2 grote sociologische tijdschriften in Nederland. Het ene heet Mens en Maatschappij, het andere heet Sociologie. Dat blaadje Sociologie dat bestaat eigenlijk nog maar 6 jaar. Het is een samensmelting van andere tijdschriften. Maar Mens en Maatschappij, dat is dus opgericht in 1925. Ik weet niet of ze het zich gerealiseerd hebben, maar ze bestaan dus nu 85 jaar. We zitten zelfs in een lustrumjaar. En verder heeft Bonger de Nederlandse Sociologische Vereniging opgericht. En dat is ook zo'n mijlpaal in het proces van professionalisering en institutionalisering van een discipline. Dat geldt ook voor de psychologen of voor de antropologen op het moment dat er een beroepsvereniging komt die voor de belangen van de
van de professionele beoefenaars van het vak strijden. Op dat moment begint zo'n vak ook, zeg maar, in het beroepenveld een zeker prestige te genieten. En Bonger heeft dus op allerlei manieren bijgedragen aan de vestiging van het vak sociologie in Nederland. Zoals, en dat is iets van het volgende semester, maar dan komt dat. Zoals bijvoorbeeld Emile Durkheim, dat precies zo heeft gedaan voor de professionalisering, de institutionalisering van het vak sociologie in Frankrijk. En hij deed dat decennium voor Bonger. En je mag dus wel zeggen, helaas voor ons Nederlanders, Durkheim, Emile Durkheim, heeft het vak sociologie in Europa echt uit de grond gestampt. En daarmee is hij begonnen aan de Sorbonne in Parijs. En net als Bonger ook, hij heeft een tijdschrift opgericht, hij heeft een vereniging opgericht. Hij zorgde ervoor dat er professoren in de sociologie benoemd werden. Dat zijn dus echt de disciplinemakers, de vormers van het vak. En hoe Durkheim dat deed, daar ga ik het komend semester nog in een college uitvoerig op in, wat zijn argumenten waren. Maar in het geval van Bonger is het een dubbel verhaal, want ik heb net verteld, hij was niet alleen de eerste socioloog in Nederland, hij was ook de eerste criminoloog in Nederland. Hij had dus een dubbele leerstoel, professor Bonger, hoogleraar in de sociologie en de criminologie aan de UvA. En ook criminologie was een van de wetenschappen die de artikelen die op dat gebied verschenen, die werden ook gepubliceerd in Mens en Maatschappij. Dus Mens en Maatschappij was niet alleen maar een exclusief sociologisch vakblad, wat het vandaag de dag wel is. Nu is dat wel zo, nu is het echt een blad voor sociologen. Maar toen Bonger het oprichtte, was het ook een criminologisch tijdschrift. Die naam, hè, Mens en Maatschappij, die specificeert niet heel precies welke vakken daar worden beoefend. Maar sociologie en criminologie en ook antropologie, die kwamen aan bod in dat tijdschrift. Maar Bonger heeft voor de criminologie iets gedaan wat hij niet heeft gedaan voor de sociologie. Namelijk het eerste grote inleidende handboek geschreven. Inleiding tot de criminologie. In dezelfde tijd verscheen er ook een inleiding in de sociologie. Dat is altijd het verschil. Het ene boekje heet Inleiding tot de criminologie. Het andere boekje heet Inleiding in de sociologie. En dat werd ook geschreven door een Amsterdamse professor. Maar door professor Steinmetz. Bonger en Steinmetz, die twee, die hebben toch eigenlijk de sociologie in Amsterdam gestalte gegeven. Maar Steinmetz had niet sociologie in zijn leeropdracht staan. Dat was eigenlijk een antropoloog of een etnoloog, een niet-Wester socioloog, een Indonesië-specialist. Maar die wel veel heeft gedaan aan sociologie en die sociologie heel interessant vond. En Steinmetz heeft de eerste inleiding in de sociologie geschreven. En Bonger heeft de eerste inleiding in de criminologie geschreven. En dat boekje van Bonger heeft een enorme invloed gehad. En dat komt door iets eigenaardigs. Bonger is overleden in 1940. Toen werd dat boekje door studenten gelezen. Dat was inleiding in het vak. Maar toen, na de Tweede Wereldoorlog, de criminologie in Nederland werd voortgezet. Toen is dat boekje geüpdate door een Utrechtse criminoloog, professor Kempen. En die is jaar in jaar uit ervoor gaan zorgen dat er steeds weer nieuwe edities kwamen van dat boekje van Bonger, Inleiding tot de criminologie. Hij voegde er gegevens aan toe, hij updatede de tabelletjes, hij zorgde ervoor dat ouderwetse passages vervangen werden door nieuwe. Maar het bleef toch wel steeds in wezen het boek van Bonger, Inleiding tot de criminologie. En dan zag je op de titelpagina in kleine lettertjes, bewerkt door professor Kempen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle Nederlandse criminologen, maar ook alle Nederlandse juristen, de rechters, de advocaten in Nederland, die allemaal criminologie in Amsterdam erbij moesten doen als bijvak, die zijn allemaal door dat boek van Bonger heen gegaan. Dat boekje Inleiding tot de criminologie, dat heeft een enorme oplage gehad. Je vindt het ook in elke tweedehands boekwinkel, zie je het altijd wel weer ergens rondslingeren. Dus heel makkelijk aan te komen, het kost ook niks. Omdat die boekjes ieder jaar maar weer in grote oplagen gemoderniseerd werden uitgegeven. Dat is een van de redenen waarom de naam Bonger in Nederland, bijvoorbeeld in kringen van juristen, nog altijd een heel bekende naam is. Nou, daarnaast, en dat maakte hem voor mij ook zo ontzettend interessant, was hij ook een belangrijke meneer in de politiek. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de partij die de voorloper is van de PvdA, de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Hij zat in allerlei commissies, hij heeft het wetenschappelijk tijdschrift van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij opgericht in 1916. Daar is hij 20 jaar lang de voorzitter van geweest, de hoofdredacteur. En hij heeft er ook voor gezorgd dat in dat blad, de Socialistische Gids, dat daar allerlei wetenschappelijke artikelen in kwamen die je zou kunnen noemen. En in dat blad was zelfs een rubriek die heette Sociologie. Dus ik wou zeggen die je zou kunnen noemen sociologisch, maar in dat blad was een rubriek, Sociologie.
En dat was een rubriek waarbinnen het helemaal niet ging om de socialistische visie op de wereld, om politiek, om ideologie, maar waarin allerlei heel coole analytische stukken stonden over de ontwikkeling van de werkeloosheid of de groei van het aantal ongelovigen in Nederland. Dingen die voor een partijbureau, als wetenschappelijke ondersteuning voor het partijbureau, interessant zijn. En de vooroorlogse sociologie, die tref je dus niet alleen maar aan in het tijdschrift Mens en Maatschappij, maar ook in de Socialistische Gids, waarin bijvoorbeeld een hele belangrijke publicist was Jan Tinbergen, die later de Nobelprijs voor de Economie heeft gekregen. Die heeft zijn carrière aangevangen met stukken die hij publiceerde in de Socialistische Gids van Bonger. Nou, wat ik hier heel interessant aan vind, dat is natuurlijk die kwestie van de waardevrijheid. Bonger neemt wat dat betreft een heel spannende positie. En hij is een belangrijke meneer in een politieke partij. Aan de andere kant is hij een belangrijke professor aan de universiteit. En daar zit natuurlijk een enorm spanningsveld. Kun je nou wel goed sociologie doseren wanneer je zo betrokken bent in het politieke leven? En die spanning heeft Bonger ook echt aan den lijve ondervonden. Aan de universiteit werd hij toch soms een beetje raar aangekeken door zijn collega's. Hij was ook echt geworteld in dat wetenschappelijk socialisme waar ik het 2 weken geleden over had. En dat zie je ook opduiken in zijn boeken soms. En dan zeiden dus de collega's van, ja, wat hebben we hier nou eigenlijk? Is dit nou wetenschap of is dit nou toch een beetje als wetenschap vermomde politieke praatjes? Maar aan de andere kant, in de SDAP werd hij ook een beetje raar bekeken. Want dan zie je de A van arbeiders en de elite, de leiding van die partij, die bestond toch vaak veelal uit mensen die zelf helemaal geen arbeiders waren. Maar Bonger was wel heel erg een elitaire academische meneer. En binnen die socialistische partij werd dan vaak gezegd van, ja, wat moeten we met die professoren aan de top van onze partij? Die hebben een mooi leven, die wonen in een chic huis in Amsterdam en die moeten dan een beetje gaan strijden voor de arbeider. Dus hij werd in beide situaties, als professor in die partij en als partijman in de universiteit, had hij het moeilijk en had hij een soort ambivalente positie. Moest hij steeds verdedigen waar hij mee bezig was. Nou, dat is ook een reden waarom het een hele spannende persoon is als je geïnteresseerd bent in, zeg maar, de vraag of en hoe waardevrije sociale wetenschap mogelijk is. Wat Bonger hier doet, is heel uitzonderlijk. Er zijn niet veel sociologen die denken dat het kan. Aan de universiteit college geven en dan toch ook een belangrijke rol spelen in een politieke partij. Hoewel er economen, sociologen, politicologen zijn. Als je een beetje naar Nova kijkt, dan nee, dat bestaat niet meer, Nieuwsuur. Dan kan je zo de voorbeelden bedenken die dat wel doen. Hè. Dan komt er een prominente econoom en die blijkt dan ook een belangrijke meneer te zijn in de Partij van de Arbeid. Dus het komt wel voor, de positie die Bonger innam komt voor, maar het is lastig, het geeft problemen. Bonger, ja, Nederlandse sociologen, dat is een treurig feit, maar het is waar tot op de dag van vandaag. Nederlandse sociologen dringen niet heel erg door in het buitenland, worden weinig vertaald. Bonger is wat dat betreft toch ook een beetje de uitzondering op de regel. Als ik met een Amerikaanse criminoloog of een socioloog praat, dan blijken die heel vaak te weten wie Banja is. Dan zeg ik van, ja, Banja. En dan zeg ik, oh ja, 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 nee, daar heb ik wel eens iets over gelezen. Ja, dat was toch die criminoloog die schreef over sociale ongelijkheid, criminaliteit. Ja, ja. Als je Amerikaanse inleidingen in de criminologie ziet, dan wordt hij vaak even genoemd. Maar meer dan een pagina krijgt hij niet. Maar het is een naam. Dus hij is erin geslaagd, anders dan heel veel hedendaagse Nederlandse sociale wetenschappers, om internationaal een klein beetje door te breken. Ik hoop direct, als ik de theorie ga behandelen, uit te leggen waarom zijn inzichten nog altijd verhelderend zijn. Maar ik wil toch nu alvast 2 dingetjes noemen waarvan ik denk, kijk, dat is toch iets leuks van Bonger. Daar kan je dan toch even over nadenken. Het ene, dat is wat jullie hebben gelezen. Hebben ze het gelezen eigenlijk al, die teksten? Ze hebben het moeten lezen. Dat is weer net een iets andere formulering. Wie heeft die tekst? Het is wel een schande als je het niet gelezen hebt, maar toch. Wie heeft die tekst gelezen? Oh, dat valt vreselijk mee. Nou, bijvoorbeeld, het komt toch een beetje door Bonger dat ik de afgelopen 20 jaar nooit heb meegedaan aan een referendum. Dus er was weer een referendum over de Noord-Zuidlijn en dan mochten de Amsterdammers, die hadden dan inspraak, die mochten zeggen, ben je ervoor of ben je er tegen? En ik moet eerlijk zeggen, ik was echt mordicus tegen die Noord-Zuidlijn.
Maar eigenlijk niet vanwege de redenen die je nu ziet. Van dat het allemaal misloopt en zo duur wordt. Maar ik vond het gewoon flauwekul. Maar ik heb dat dus niet laten blijken in een referendum. En ik heb heel sterk dan bonger in mijn hoofd. Ik denk, we leven in een systeem van indirecte democratie. We stemmen op de mensen die we vertrouwen. Van wie we denken, die huren we daarvoor in. Die moeten dat doen. En dan moet je daar niet voortdurend maar tussendoor gaan lopen met vormen van rechtstreekse democratie, volksdemocratie, die een beetje in strijd zijn met het principe van de getrapte democratie, van de parlementaire democratie, van de afvaardigingsdemocratie. Nou, die ideeën die zitten heel diep in mijn hoofd en die komen van Bonger vandaan. En ik merk ook dat als je daar met mensen over zit te praten, die zeggen dan van, nou, maar waarom zou je nou niet in een referendum meedoen? Dat is toch juist heel goed, het volk krijgt inspraak, de kloof tussen de politiek aan de ene kant en de gewone mensen aan de andere kant, die wordt toch juist kleiner wanneer je mensen van tijd tot tijd vraagt, wat vinden jullie van Europa, hè? Dat beroemde referendum van een paar jaar geleden, wat nog altijd doordendert in de Nederlandse politiek. Wat vind je van dit, wat vind je van dat? Dan maak je de kloof toch juist kleiner tussen de gewone mensen en die elite die daar zitten vergaderen in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad van Amsterdam. En als ik dan probeer daar een argument tegen in te brengen, als ik dan zeg van ja, maar dat is toch eigenlijk niet zo. Zo werkt de democratie in Nederland niet. Dan merk ik dat ik voortdurend teruggrijp naar argumenten van Willem Adriaan Bonger uit de jaren 30. En dat vind ik dus heel interessant, dat sommige van die ideeën, die blijven eigenlijk rondgaan. Ze worden nu anders geformuleerd, maar ze blijven toch op de een of andere manier een rol spelen in het publieke debat. Waarbij je ook moet bedenken dat boekje Problemen der Democratie, dat was verplichte leerstof voor alle mensen in de PvdA tot ver in de jaren 60. Zo iemand als Marcel van Dam, die heeft zijn politieke scholing gekregen. Onder andere, nou is Marcel van Dam van huis uit een socioloog. Maar doordat de kaderleden van de Partij van de Arbeid allemaal dat boekje Problemen der Democratie van Bonger moesten lezen. En soms hoor ik echo's ervan nog in de dingen die ze zeggen. En er is een keer een grote conferentie geweest over de betekenis van Bonger. En toen zeiden die oude PvdA'ers dat ook. Van onze visie op hoe je democratie gestalte geeft, hoe dat vorm krijgt, die is heel erg gevormd door wat Bonger daar in dat kleine scherpe boekje over heeft geschreven. Maar een ander theoretisch inzicht van Bonger, dat volgens mij vandaag de dag weer enorm actueel is, en daar ga ik het na de pauze over hebben, wat meer in detail, maar ik wil het toch alvast even noemen. Dat is wat hij zei over de samenhang tussen religie enerzijds en misdaad anderzijds. En dat is nou zoiets grappigs. In de biografie over Bonger wordt dat vrij precies behandeld. Maar op dat moment dat dat boek over Bonger verscheen in 1987, zal ik dan maar de kat uit de zak laten. Ik heb een boek over Bonger geschreven. Moest dat nou zo lang duren? Dit fotootje heb ik gisteren gevonden op het internet. Het stond er vorig jaar nog niet op. Maar gisteren vond ik dit op het internet. Ja, het is een dubieus compliment, want het is dus een boek anti-care. Ik heb maar niet gekeken hoeveel die ervoor vraagt, want daar word ik vast heel somber van. Maar goed, ik heb dus een boek geschreven over Willem Adriaan Bonger in 1987. En daar komt dus ook een stuk in voor over de theorie van Bonger over geloof en misdaad. En daarin gaat het bijvoorbeeld over de vraag, nou ja, jullie kunnen het wel raden, er is natuurlijk één geloof in Nederland en dat heeft veel hogere criminaliteitscijfers dan andere religies. En hoe zou dat nou toch komen? En toen ik dat dus opschreef in 1987, toen dacht ik, nou ja, dit is een heel ouderwets debat, dit speelt in 1916 of zo en mensen maken zich daar enorm druk over. Maar nou ja, ik vond het een leuk argument wat hij geeft in dat stuk. Dus ik heb het heel goed weergegeven, wat meer aandacht aan besteed in mijn boek. Maar de relevantie voor ons huidige tijdsgevricht zag ik absoluut niet. En als ik het nu herlees, dan denk ik, ja, dit speelt dus een enorme rol weer in het debat vandaag de dag. Waar het Bonger om ging, dat was dat uit alle criminaliteitscijfers één ding er ontzettend uitknalt. De criminaliteit in Nederland zit vooral bij het katholieke volksdeel. De katholieken hebben veel hogere criminaliteit in alle opzichten. Dat gaat over vermogenscriminaliteit, geweldscriminaliteit, seksuele criminaliteit. Je gaat de grote rivieren over naar beneden. Je komt in Brabant en in Limburg en de cijfers vliegen de pan uit. En Bonger zegt, hoe zit dat? En het is heel interessant omdat hij in een tijd leeft waarin een andere theorie opgeld doet, de zogenaamde spiritualisten binnen, dat was een school binnen de criminologie. En die hebben de theorie dat er een samenhang bestaat tussen enerzijds geloofsafval,
Dus het ongeloviger worden, het seculariseringsproces. En anderzijds de stijging van criminaliteitscijfers. Waar het geloof minder greep op de mensen krijgt, waar minder mensen naar de kerk gaan. Daar zie je dat de criminaliteitscijfers juist de lucht in gaan. Daar is een correlatie tussen afname van godsdienstigheid en toename van allerlei vormen van criminaliteit. En de leden van die spiritualistische school, die onderzochten dus die correlatie tussen afnemende gelovigheid en toenemende criminaliteit. En het hadden er natuurlijk een voor de hand liggende theorie over. Als de religie niet zijn moraliserend werk doet, dan is het logisch dat mensen zich wat immoreler gaan gedragen. En Bonger die heeft toen op een gegeven moment gezegd van laten we nou eens de cijfers heel precies bekijken. Laten we nou eens beginnen met een analyse te maken van de godsdienst van mensen die in Nederland gepakt worden. Voor de politie komen, veroordeeld worden, in de gevangenis komen. Het zijn allemaal verschillende criteria, daar kan je ook allerlei vraagtekens bij zetten. Cijfers waren nooit op die manier verzameld. Het is ook heel moeilijk van misdadigers werd de religie niet geregistreerd, niet op nationale schaal, maar wel op lokale schaal. Dus dan ging hij kijken of hij toch gegevens kon vinden en dat dan een beetje kon generaliseren. En toen kwam hij dus tot de uitkomst, die andere criminologen ook al een beetje hadden voorspeld, dat het heel anders zit dan die spiritualisten zouden denken als je het zo bekijkt. Namelijk dat de hoogste criminaliteitscijfers komen voor bij het katholieke volksdeel en de laagste criminaliteitscijfers komen voor bij de ongelovigen. En die samenhang, dat dus de secularisering toeneemt en tegelijkertijd de criminaliteitscijfers toenemen, die samenhang die is er zeker, of dat die twee dingen tegelijk plaatsvinden, afname van gelovigheid of van kerkgang en toename van allerlei vormen van criminaliteit, dat in dezelfde periode plaatsvindt, is wel zo. Maar die directe samenhang tussen geloof en misdaad bestaat volgens Bonger niet. Het heeft allebei met een ander verschijnsel te maken, industrialisering. Een verandering in de sociale-economische structuur van Nederland. Die zowel leidt tot minder kerkgang als tot stijgende criminaliteitscijfers. Maar een recht causaal verband daartussen is er niet. En nou zou je, ik ga toch maar even door hierover. Het was eigenlijk voor 2 uur, maar ik ben er nou toch middenin. Het staat verderop in de PowerPoints, maar ik laat me door die domme PowerPoints de les niet lezen. Nou zou je dus kunnen denken, en dat werd ook gezegd in de tijd van Bonger. Er werd gezegd, er gaat misschien van het katholieke geloof. Voor de katholieken in deze zaal, het komt direct allemaal goed. Maak je geen zorgen, ik ben jullie een beetje aan het pesten, maar direct komt het allemaal goed. Bonger zegt niet, het katholicisme is een criminele overtuiging of zo. Maar er waren wel mensen die dat vonden en die bijvoorbeeld schreven, dit is iets wat helemaal uit het publieke debat is verdwenen, maar dus in de jaren 20 bijvoorbeeld werd daar door serieuze wetenschappers over geschreven, die hadden het dan over de criminogene werking van de biecht. De criminogene werking van de biecht. Een geloof waarbinnen het zo is dat mensen, wanneer ze iets slechts hebben gedaan, weten. Ja, maar dan kan je naar de kerk gaan en dan vertel je je zonde aan een priester. En dan zegt die priester, als je dat en dat en dat en dat doet, dan worden je zonden vergeven. En als je een erge zonde hebt begaan, dan moet je ook een hele erge, zware penitentie doen. Maar als je dat doet, dan komt het weer goed. En je weet ook, die priester gaat niet naar de politie, die houdt het voor zich. Ook als je hem iets heel ergs vertelt, dat is het zogenaamde biechtgeheim. Een geloof dat dat mogelijk maakt, dat je misdaden opbiecht aan iemand zonder naar de politie te gaan. En dat die iemand dat dan aanhoort en zegt, als je dat en dat en dat doet, dan komt het goed met je ziel. En dan kan je rustig weer doorgaan met leven, hoef je ook niet bang te zijn voor hel en verdoemenis. Een geloof dat dat doet, daar gaat een criminaliserende werking van uit. Het is niet raar dat katholieken hoge criminaliteitscijfers hebben, want hun geloof maakt het makkelijker om misdaden te plegen dan bijvoorbeeld bij de ongelovigen, die alsmaar met een bedrukt geweten blijft rondlopen en die no one to turn to heeft. Er is niet iemand die zegt, als je het nou zus en zo doet, dan ga ik deze last van je geweten oplichten. Je blijft maar bedrukt onder dat vreselijke wat je hebt gedaan. Nou, ik vertel hem deze theorie misschien met iets te veel plezier, want het is flauwekul. Het is echt van A tot Z onzin. Er is geen enkele sociale wetenschapper vandaag de dag die dit serieus neemt. En Bonger heeft dit alleen maar verteld om uiteen te zetten. Het slaat nergens op.
Geloof op zich heeft geen enkele invloed op welk gedrag dan ook. Dat is ook trouwens nogal een ondermijnende gedachte. Inclusief crimineel gedrag. Dat onder de Nederlandse grote rivieren de criminaliteitscijfers hoger zijn dan boven de grote rivieren. Dat heeft niets te maken met het feit dat daar veel katholieken wonen. Dat heeft alles te maken met het feit dat de industrialisering daar veel later op gang is gekomen. Dat het veel langer. Dat het eigenlijk in economisch opzicht een beetje een achtergebleven gebied is geweest. En dat heeft wel iets te maken met het geloof. Namelijk dat in Nederland katholieken vanaf de 17e eeuw systematisch zijn achtergesteld, achtergehouden en gediscrimineerd. Dat is wat er aan de hand is. Het katholieke volksdeel heeft in Nederland eigenlijk altijd een beetje een tweederangspositie gehad tegenover de protestanten. En dat heeft ervoor gezorgd dat die gebieden minder snel gemoderniseerd zijn, minder snel geïndustrialiseerd zijn. Dat ze als het ware een lag-effect, een vertragingseffect hebben opgelopen tegenover de randstad waar al het geld naartoe ging. En economische achterstand, armoede en alle ellende die daar dan bij komt, zoals overmatig alcoholgebruik, wat eigenlijk één op één verbonden is met armoede. Dat kan leiden tot bepaalde vormen van criminaliteit die je bijvoorbeeld in de rijke grote steden in het noorden veel minder aantreft. De correlatie tussen religie aan de ene kant en criminaliteit aan de andere kant is een spurious correlation. Er is een achterliggende, een onderliggende factor die veel belangrijker is. En dat is de sociaal-economische factor. En je herkent hier natuurlijk het marxisme in. Dit was gewoon het marxisme van Bonger. Die zegt, uiteindelijk draait het om de productieverhoudingen. En de structuur van productiviteit, de manier waarop de fabrieken in elkaar zitten, de manier waarop het geld wordt verdiend in het zuiden van Nederland, die is anders dan in het noorden van Nederland. En dat komt niet doordat de mensen in het zuiden van Nederland anders zijn of minder hard willen werken. Dat komt gewoon doordat ze gediscrimineerd zijn vanuit het noorden. Er heerste in Nederland vanaf de 17e eeuw een ongelijke relatie tussen de Randstad en de buitengewesten, die als het ware in het distributieproces er oneerlijk van afkwamen. Nou, de basis van deze redenering, geloof op zich, kan het niet verklaren. Er zijn dus, laat ik nog een ander voorbeeldje geven wat ook wel leuk is. In die tijd had je het blad voor de Joden in Nederland, dat heette het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En het Nieuw Israëlitisch Weekblad, die lazen die statistieken van Bonger en die raakten helemaal in extase. Want wat bleek, de Joden in Nederland hadden extreem lage criminaliteitscijfers. En de katholieken hadden hoge criminaliteitscijfers. En de protestanten die zaten ook nog boven de Joodse gemeenschap. De Joden die scoorden echt geweldig als het ging over allerlei vormen van criminaliteit. En toen verscheen er in het Nieuw Israëlitisch Weekblad een stuk van iemand die zei, een echte officiële gepatenteerde criminoloog van de Universiteit van Amsterdam heeft het nu echt bewezen, onze religie is beter. Het staat vast, je kan het nou bewijzen. Gewoon, je pakt de criminaliteitsstatistieken en nu kan niemand er meer omheen. Het Joodse geloof is veel moraliserender dan andere vormen van geloof. En Bonger was daar razend over. Die zei, dat is een foute interpretatie van mijn cijfers. Ja. Ja. Nee, maar het is een ingewikkeld verhaal. Joden, zegt Bonger, die wonen in de grote steden. Die zijn vaak werkzaam in de intellectuele beroepen. Die zitten mede dankzij die discriminatie, zijn ze oververtegenwoordigd in de financiële structuur. En ze zitten precies in die streken en in die groepen en in die economische sectoren waar de misdaad historisch gezien altijd heel laag is. Dus de kans dat wanneer je in een intellectueel beroep in Amsterdam werkzaam bent, dat je dan je schuldig maakt aan bepaalde vormen van criminaliteit, is veel lager dan voor iemand anders. Maar dat heeft met het geloof op zich niks te maken. Dat was dus de redenering. Maar goed, Bonger die was dus enorm boos over dat stuk. Die is er heel erg fel tegen ingegaan. Die heeft gezegd van, oké, het is waar, uit mijn cijfers blijkt inderdaad. En een van de redenen waarom het voor hem ook zo belangrijk was, en hij is er nog een aantal malen op teruggekomen, ook in de jaren 30. Want er waren natuurlijk criminologen in Duitsland en die hadden hele andere tabellen. En daaruit bleek dat de Joden
in alle opzichten de meest criminele groep van Duitsland waren. Ongeveer alle moorden worden door Joden gepleegd. Er is maar één oplossing voor het criminaliteitsprobleem. Alle Joden het land uit. Of maak ze allemaal dood. En dan is het opgelost. De nazi-criminologen die toonden aan met volkomen gefalsificeerde cijfers dat de Joodse criminaliteit een van de allergrootste problemen van Duitsland was. Dus die ondersteunden daarmee de nazi-ideologie. En dat maakte Bonger natuurlijk razend. Want hij zei, ze hebben zitten rotzooien met de cijfers om een vooringenomen stelling te bewijzen. Als je heel precies gaat kijken naar de cijfers, dan kan je inderdaad aantonen dat het Joodse, de Joodse religieuze groep nu juist erg achterloopt ten opzichte van de rest van de bevolking als het over de criminaliteit gaat. Dus ze draaien het, ze hebben de boel zo vervalst en zo tendentieus weergegeven, dat het lijkt alsof, ik vind alleen al de uitdrukking zo naklinken, maar goed, de Joodse criminaliteit, het klinkt zo akelig, maar goed. Zo schrijft hij. Het lijkt alsof de Joodse criminaliteit zo hoog is, maar dat is, als je goed aan de cijfers kijkt, niet waar. Maar ook als die laag is, heeft het op zich niets te maken met de aard van het geloof, de inhoud van het geloof. Geloof zelf geeft geen voorspelling. Als je mij zegt wat iemands geloof is, of wat het geloof is in een bepaalde streek of in een bepaalde stad, kan ik geen enkele voorspelling doen over de criminaliteit al daar. Maar als je me de sociaal-economische gegevens geeft, dan weet ik precies hoe het zit met de seksuele criminaliteit en de geweldscriminaliteit en de vermogenscriminaliteit. Die dingen vloeien voort uit de sociaal-economische verhoudingen en ze zijn niet één op één herleidbaar tot religieuze overtuigingen. Ook al is het waar dat religieuze groepen van elkaar verschillen in criminaliteitsprofiel. Er is wel degelijk een profiel wat je kan koppelen aan een religie. Maar het heeft niks te maken met die religie aan zich. Het heeft te maken met een andere onderliggende factor. Nou, en ik sla jullie intelligentie toch wel zo hoog aan dat ik zonder ook maar iets te hoeven uitleggen kan zeggen, deze redenering is vandaag de dag weer enorm actueel. En daarmee is het even pauze. Toen ik dit boek aan het schrijven was, toen heb ik heel veel profijt gehad van de hulp van de zoon van meneer Bonger. Die leefde toen nog, Henk Bonger, nu niet meer, maar toen was hij nog in goede gezondheid. En dat is typisch het werk van zo'n biograaf, je probeert aan het materiaal te komen. En die zoon van Bonger die heeft eerst mij een tijdje afgehouden. Hij dacht, wat heb ik voor vlees in de kuip, ik vertrouw die man niet helemaal. Ik zei, is er materiaal, zijn er documenten, zijn er brieven, zijn er collegeaantekeningen? Nee, dat was niet veel. En we hebben middagen zitten praten over zijn vader. En op een dag zei hij tegen mij van, je moet dit eens bekijken. Toen ging een kast open en daar lag echt alles. Een college inleiding in de sociologie, zijn college geschiedenis van de sociologie, zijn college inleiding in de criminologie. Het lag allemaal in een kast, in keurige A4-mappen. Meneer Bonger had besloten, die Bart van Heerkhuizen, die kan ik geloof ik wel vertrouwen. En dat had hij niet alleen gedaan door die gesprekken met mij, maar had ook om mij heen allemaal mensen gebeld en gevraagd, wat is dat voor een snuiter? En toen hij er helemaal van overtuigd was dat ik wel deugde, toen bleek hij toch over vrij veel materiaal te beschikken, wat dus in dat boek is terechtgekomen natuurlijk ook. Maar een van de dingen die een enorme indruk op mij maakte, daarbij hem thuis in de Van Boshuizenlaan, dat was dat huis dat hing vol met schilderijen van Vincent van Gogh. Ja, zo. Ja. Dus ik zei van, god Henk, dat volgens mij is dat miljoenen waard, toch? Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja, het is gewoon dat ik het mooi vind. Ik zei, ja, maar als de boeven dat zouden weten. Oh, nee, zo zei ik het niet. Ik zei, maar dat kan toch gestolen worden? En toen zei hij, dat is toch heel gevaarlijk? Toen zei hij, ach, die boeven weten helemaal niet dat het hier hangt. Daar maak ik me geen zorgen over. En dat was ook zo. Het is nooit wat gestolen. En ik denk dat het nu allemaal in het Van Gogh Museum hangt. Maar hoe kwam dat nou? Willem-Adriaan Bonger, de eerste professor in de sociologie in Nederland, waar het vandaag over gaat, die had een oudere zuster en die heette Jo Bonger. En sommige mensen in de zaal die weten misschien, ja, jij weet het, ja, Jo van Gogh Bonger was getrouwd met Theo van Gogh. En er is dus een hele rechte lijn tussen Willem Bonger en Theo van Gogh, die de echtgenoot was van zijn oudere zus. Nou ja, en Theo van Gogh, dat weten jullie allemaal, dat is dus de beroemde broer van Vincent van Gogh, de kunsthandelaar, die met zijn schilderende broer een correspondentie onderhield in het Nederlands en in het Frans, waarvan sommige mensen vinden dat die teksten van Vincent aan zijn broer, en ook vaak aan zijn schoonzusje, aan Jo, dat die teksten eigenlijk een even groot artistiek meesterwerk zijn als het oeuvre aan schilderijen. Dat wat die.
heeft geformuleerd in zijn brieven, onder andere over de schilderkunst, maar ook nog over andere dingen, in het Nederlands, in het Frans, dat dat eigenlijk een oeuvre op zich is, een van de hoogtepunten in de literatuur. Een complex aan brieven dat nu integraal te lezen valt op het internet. Er is een Van Gogh-site waar al die brieven op staan. En je kan ze ook kopen, maar dan moet je wel een pak hele dure en hele zware boeken aanschaffen. Dus er loopt een lijn van Bommer naar Vincent van Gogh. Dat is ook heel interessant. Daar ga ik verder niet op in. Maar ik vond het wel heel grappig om ineens al die schilderijen aan de muur te zien hangen. Nou, Bommer is, ik ga even heel snel door zijn leven heen, want ik wil nog wel wat dingen over zijn theorie ook zeggen. Maar ik heb er voor de pauze toch al een paar belangrijke dingen van verteld. Wat ik dus heel leuk vind is door en door in Amsterdam. Hij heeft altijd gewoond in een heel klein stukje van Amsterdam. Hij is geboren aan de Weteringschans. Hij is... heeft een huis gekocht, hij is gestorven in de Vossiusstraat, vlakbij het Vondelpark. Nou, op een steenworp afstand van waar hij geboren was. En echt een en al Amsterdam. In Amsterdam op school gegaan, in Amsterdam gewerkt als assuradeur, net als zijn vader later. Professor in Amsterdam geworden. En ook een Amsterdammer die zich enorm om de stad bekommerde. Ik kwam allemaal dingen tegen, dat kom je geloof ik, dat staat helemaal niet in mijn boek. Dus dat boek gaat echt over de socioloog, criminoloog Bommer en niet over allerlei... Daarom heet het ook een intellectuele biografie. Het gaat echt over zijn bijdrage aan de discussie. Maar niet over allerlei persoonlijke wederwaardigheden. Maar wat ik bijvoorbeeld wel... Ja, ja. Maar ik weet zo... Nou, dat is een flintertje. Ik weet zoveel meer over die man. Maar dat heb ik allemaal eruit gelaten. En bijvoorbeeld wat ik zo ontzettend leuk vind, dat is dat hij zich op een gegeven moment verschrikkelijk kwaad maakt over dat ze het krankzinnige idee hebben gekregen om een brug aan te leggen over het Vondelpark. Waarmee ze de Van Baarlestraat gaan verbinden met de Constantijn Huygensstraat. Hoe kan je zo stom zijn, een brug over het Vondelpark, dan deel je dat park in twee, die prachtige oprit. Ja, dat was onder zijn raam namelijk aan de Vossiusstraat. Hij zegt dat wordt dan een idioot afgeknipt stukje park waar kraak of smaak aan zit. De gemeente komt terug op uw schreden. Dat zijn van die leuke dingen. We zijn allemaal gewend aan tram 3 die over de brug over het Vondelpark gaat. In één rechte lijn van de Centuurbaan naar de Bilderdijkstraat. En Bommer, en realiseer je, ja, maar dat is ooit een keer bedacht natuurlijk. En het waren toen ook mensen net zo hard tegen als dat er andere mensen tegen de Noord-Zuidlijn zijn. Dat is toch grappig. Nou, dus het is allemaal heel leuk om over dat leven te lezen. Maar wat voor ons belangrijker is, is dat Bommer helemaal afkomstig is uit die sfeer van dat wetenschappelijk socialisme waar ik het 14 dagen geleden over had. Bommer hoort echt thuis in die meer orthodox marxistische school. Helemaal dus niet dat meer dialectische hegeliaanse marxisme dat later op zou komen bij de Frankfurter Schule waar Clemens zo'n mooi college over heeft gegeven. Ik weet het mooi was, want je kan het zien, want Pepijn heeft het opgenomen. Dus dat meer subtiele latere marxisme, daar heeft Bommer weinig mee. Bommer hoort echt bij die wetenschappelijk socialisten van 1890-1900 als hij studeert aan de UvA. En al die belangrijke marxisten ook naar Amsterdam mee te halen. Hij heeft dus Paul Lafargue van dat rare stuk over het recht op luiheid. Die heeft hij dus hier op de Universiteit van Amsterdam een toespraak laten houden. Eleanor Eveling Marx, een van de dochters van Karl Marx, heeft hier toespraken gehouden. Hij heeft Karol Kautsky naar Amsterdam gehaald. Als student allemaal. Hij heeft ervoor gezorgd dat die grote denkers in de socialistische beweging hier kwamen. En hij werd dus een heel fanatiek aanhanger van dat socialisme. En dat blijkt bijvoorbeeld uit iets wat ik ontdekte in hele oude documenten van de Universiteit van Amsterdam. Je ziet dat hij een clubje had opgericht, het Socialistisch Leesgezelschap. En in 1898 heeft hij daar een stelling verdedigd. Hij verdedigde een stelling en dan tegenover hem was een andere student en die ging die stelling aanvallen. En die stelling ging over het op dat moment opkomende feminisme. Dus Bommer die sprak zich uit over de feministische kwestie. Als jonge student, we hebben het hier over 25-jarige jongens, allemaal mannen, die nu met elkaar gaan discussiëren over de vrouwenbeweging. De vrouwenbeweging in socialistisch perspectief. En dan verdedigt Bommer de stelling, in een kapitalistische maatschappij is de volledige oplossing der vrouwenkwestie onmogelijk. In een socialistische maatschappij is die kwestie volledig opgelost. Ergo behoort de tactiek der vrouwenbeweging op de verwezenlijking der socialistische ideeën gericht te zijn. Dat is een hele interessante stelling voor die tijd. Socialisten, linkse mensen van marxistische signatuur, die waren dus tegen de feministen omdat ze zeiden... Wil je als feminist je zin krijgen, dan moet eerst het socialisme uitbreken. Want in het socialisme zijn man en vrouw sowieso gelijk. Dus...
Vrouwen, strijd niet voor vrouwenkiesrecht, strijd niet voor gelijkberechtiging, strijd niet voor economische gelijkheid, strijd voor het socialisme. En dan komt het vanzelf met de positie van de vrouwen goed. En had hij dus tegenstander en die was het daar dan helemaal niet mee eens. Ook een man, want die hele club die bestond alleen maar uit mannen. Er bestudeerde praktisch geen vrouw. Ik ben nooit een naam van een vrouw tegengekomen in de boeken van die vereniging. En die was het daar niet mee eens. En dan gingen ze dus daar de hele avond over ruzieën. Nou, dit geeft heel goed aan dat Bonger helemaal thuis hoorde bij dat harde, orthodoxe, weinig reflexieve marxisme van rond 1900. En dat leidde ertoe dat hij meedeed aan een prijsvraag die de Universiteit van Amsterdam uitschreef. Een prijsvraag waarin de studenten werd gevraagd om een essay te schrijven over de samenhang tussen tussen economische omstandigheden enerzijds en criminaliteit anderzijds. Economische omstandigheden en misdaad. Wat is de literatuur daarover? Wat zijn de gangbare theorieën daarover? Welk onderzoek is daarnaar gedaan? De rechtenfaculteit schreef een prijsvraag uit. En Bonger deed mee en een aantal andere rechtenstudenten deden mee. En Bonger kreeg een eervolle vermelding, maar de hoofdprijs ging niet naar hem, maar naar professor Van Kan. Nou ja, dat was toen ook nog maar een student, J.M.M. Van Kan, maar later werd hij professor aan de universiteit. En Bonger was daar heel boos over natuurlijk, dat hij die prijs niet had gehad. En ik heb soms bijna het gevoel, het was maar goed dat hij die prijs niet heeft gekregen. Want toen heeft hij gedacht van, ik zal ze eens wat laten zien. En dat onderwerp, dat heeft hij toen uitgewerkt in een paar jaar tot zijn proefschrift. En dat is 750 pagina's dik. In het Frans geschreven, vertaald door een Française. Want het Frans was toen internationaal de taal voor de criminologen. En toch ook wel tot op zekere hoogte de sociologen. En in 1905 kwam hij met dat boek van 750 pagina's, Criminalité et conditions économiques, criminaliteit, misdadigheid en economische omstandigheden. En dat boek dat hakte er echt in. Dat werd met enorm veel eer ontvangen aan de universiteit. Zeer lovende recensies, een doorbraak, een belangrijk boek. En er werd ook gezegd van, nou ja, iemand die zo'n prachtig boek heeft geschreven, die moet wel een academische carrière krijgen, die moet aan de universiteit benoemd worden. Hij was echt helemaal stond in de startblokken om professor te worden. Toch heeft dat nog een poosje geduurd. In 1905, nadat hij dat proefschrift had verdedigd, is hij eerst precies wat zijn vader wilde. Daarom had hij rechten gestudeerd. Assuradeur geworden, op procuratiehouder bij een verzekeringsfirma in Amsterdam. En dat is hij blijven volhouden tot hij dan eindelijk professor werd in 1922. Ze hebben hem wel een paar keer eerder geprobeerd te benoemen, maar dat mislukte dan weer. Onder andere omdat men toch een beetje benauwd was om zo'n uitgesproken linkse meneer aan de universiteit te benoemen. Ze vroegen zich toch een beetje af, is hij wel cool genoeg, is hij wel objectief genoeg? Maar in die tussenperiode, tussen 1905 zijn proefschrift en 1922 zijn aanstelling, heeft hij een aantal van zijn allerinteressantste artikelen geschreven. Dus hij bleef gewoon doorgaan met wetenschappelijk werk te schrijven. Ik neem zo aan, in de avonduurtjes en in de weekends, wanneer hij gewoon zijn economische dagelijkse baan als firmant erop had zitten. En vooral de oprichting van dat tijdschrift De Socialistische Gids is echt heel belangrijk geweest, ook voor de opinievorming, de wetenschappelijke onderbouwing van de standpunten in de partij. Maar toch ook een beetje, zoals ik voor de pauze al vertelde, voor de ontwikkeling van de sociologie en de criminologie, die breed aan bod kwamen in het tijdschrift dat totaal door Bonger werd gedomineerd. Nou, in 22 was het uiteindelijk zo, toen heeft hij aan de universiteit die colleges gegeven. En ja, het was dus voor mij fantastisch, echt ook ontroerend hoor. Het schrijven van een biografie is ook zo ontzettend leuk. Het is de laatste keer misschien wel dat ik over Bonger praat, dus laat ik dit toch ook maar even vertellen. Het is heel erg leuk om je helemaal in iemand te verdiepen. Om echt helemaal dag en nacht. Op een gegeven moment was het echt dat ik van hem droomde. Echt letterlijk, ik ging echt van hem dromen. En dan zei hij soms ook wel dat boek van mij toch niet zo goed was eigenlijk. Maar wat heel erg leuk was bij mijn promotie, toen ik hierop promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, toen zaten in mijn commissie allemaal mensen die kritiek hadden op het boek, en dan moet je hier verweren. Maar er zat één mevrouw bij, die was al heel erg oud, dat was Hilda Verwij Jonger, die heeft in de Kamer gezeten voor de Partij van de Arbeid, en die was afgestudeerd bij Bonger, dat was haar professor. En zij herinnerde zich hem nog heel erg goed. En zij zei toen, toen ik dat boek van u las, toen dacht ik, hoe is het mogelijk? Die meneer van Heerkhuizen, die heeft hem nooit gekend. En als ik dat boek lees, het is alsof hij weer voor me staat. Ik kon me weer allerlei dingetjes herinneren van, oh ja, zo was hij. Ik was toch weer helemaal vergeten. En dat vond ik echt ontroerend. Ik dacht van, nou, dan heb ik me er toch wel goed in ingeleefd. Want
je wil dan zo graag weten van wat was het nou voor iemand, hoe gedroeg hij zich. En iemand die hem dus echt persoonlijk heeft gekend, dat die dan zegt, ja, klopt wel, zo was hij. Dat is dan heel leuk, maar dat komt dus omdat je je inderdaad helemaal met iemand gaat identificeren. Soms bijna op het psychopathische af. Dat je denkt van ja, dat is allemaal wel mooi, maar je moet nou een beetje afstand nemen van die sukkel van een bonger. En dat is ook weer niet zo heel moeilijk, want hij had ook een aantal... Maar ja, dat was misschien ook de reden waarom hij in die dromen optrad. Hij had ook een aantal zeer vervelende kantjes. Hij kon enorm tegen mensen tekeer gaan. Dat was ook iemand die soms met mensen knallende ruzie maakte en dan voor de rest van het leven gebrouilleerd bleef. En ook echt een vechtjas. Dus dan dacht ik ook wel eens van, jeetje zeg, wat zou die ervan gevonden hebben? En helemaal niet reflexief ook. Dus ook niet iemand die het een leuk... Ik bedoel, als ik dan zat te schrijven in 1982, dan dacht ik dus niet... De zegen van Bonger rust op dit project. Ik denk eigenlijk dat hij het liever had gehad dat nooit iemand over hem had geschreven en had geanalyseerd van iemand die zo in zijn tijd staat, daarvan is te verwachten dat hij zulke dingen schrijft. Dat soort dingen, dat was hem helemaal niet zo eigen. Ik vertel ook dat hij zo'n brute man was die zoveel ruzie maakte, omdat dit tot iets geleid heeft wat heel jammer is. Namelijk heel weinig mensen zijn bij hem gepromoveerd. Hij heeft niet een school achtergelaten zoals je dat hebt bij andere belangrijke sociologen. Die dan allerlei mensen opleiden. Die dan bij zo'n professor een proefschrift schrijven. En die zijn erfenis voortdragen door de tijd heen. En dat is een hele vreemde kwestie. Hoe komt het nou dat Bonger, die toch een heel aansprekende, interessante theorie had, die zich ook echt leent voor empirische toetsing. Je kan die theorie heel goed operationaliseren. Dat kan je niet van elke theorie zeggen, maar bij Bonger wel. Er valt gewoon onderzoek mee te doen. Dat deed hij zelf ook. Hij had ook een paar jonge mensen die dat om hem heen die dat ook deden. En praktisch niemand, ik geloof het lijstje met promovendi is 5 of 6. En dat heeft toch ook iets met dat karakter te maken. Dat hij zo snel ruzie maakte, dat hij teksten heel snel slecht vond. Dat het meteen het beroemde, het beruchte rode potlood van Bonger ging er weer een keer doorheen. Dat is natuurlijk ook moeilijk om als promotor succesvol te zijn als je zo ontzettend kritisch bent en zo genadeloos in je commentaren. Nou, tegen het einde van zijn leven heeft hij zich meer en meer met de politiek bezig gehouden. Dit is de tijd van de opkomst van het Nationaal Socialisme. En hij maakte zich daar echt ontzettende zorgen over. Hij geloofde echt dat het helemaal misging in Nederland. En in 1936 heeft hij een boek gepubliceerd, Problemen der Democratie. Daar hebben jullie dus over gelezen, wat hij daar allemaal in zegt. En in dat boek, uit dat boek blijkt een diepe, diepe verontrustheid. Maar dat blijkt ook uit allemaal andere dingen. Bijvoorbeeld, hij was voortdurend op de radio, sprak hij een soort columns uit. En dan waarschuwde hij het Nederlandse volk voor het grote gevaar dat ons vanuit Duitsland bedreigde. En in 1939 is hij nog een keer ingegaan op dat probleem waar hij al in 1905 over had geschreven. Maar nu de samenhang tussen ras en misdaad. En in dat boekje heeft hij het ook over de criminaliteit van de zwarten. En weer de criminaliteit van de joden. Maar nu op de nazi manier opgevat als een ras. Als we dat als een ras zouden definiëren, wat zouden dan de cijfers zijn? En dat boekje Ras en Misdaad is eigenlijk bedoeld als een tegenwicht tegen de racistische criminologie die ons nu vanuit Duitsland bereikte en die ook behoorlijk toonaangevend begon te worden, waar allerlei mensen in meegingen. En Bonger vond dat vreselijk. Nou, zoals je hier ziet, heeft hij op 14 mei 1940 zelfmoord gepleegd. En dat was hij eigenlijk al een poosje van plan. En hij dacht, als de Duitsers hier de macht overnemen, dan ben ik er niet meer bij. En hij was niet de enige die op 14 mei 1940, de avond dat bekend werd gemaakt, de Duitsers hebben de strijd van enkele dagen gewonnen en die zijn nu hier de baas en we zullen ons moeten richten naar de nieuwe machthebbers. Hij was niet de enige die toen besloot, dat ga ik niet meemaken, daar wil ik niet meer bij zijn. En er is dat vond ik een hele ontroerende passage. Ik kan het me ook zo heel goed voorstellen dat de professoren van de Universiteit van Amsterdam een vergadering houden begin mei. En die zeggen, nou ja, het kan nu niet lang meer duren voordat die Duitse inval komt. En wat doen we dan? Als die Duitsers hier de baas worden, sluiten wij dan de deuren van de universiteit? Houden we op met college geven? Of proberen we er dan toch nog maar het beste van te maken, maar dan maar onder Duitse controle. Dus ze zaten zich eigenlijk al voor te bereiden op wat er moest gebeuren met de universiteit als Duitsland Nederland zou binnenvallen en de strijd zou winnen.
En al die professoren praten met elkaar. De ene vond dit en de ander vond dat. En Bonger die deed zijn mond niet open. Dus en iedereen wist wat Bonger ervan dacht. Dat was dus de enige in dat gezelschap die voortdurend maar op de radio was en weer eens tegen Hitler waarschuwde. De meest uitgesproken en de meest felle, die zei geen woord. En op een gegeven moment zei de voorzitter van, ja, misschien professor Bonger, u zit er zo zwijgzaam bij, maar misschien wilt u er toch ook iets over zeggen. En toen zei Bonger, ach die Duitsers, de heren zullen mij niet zien. En toen keek iedereen elkaar aan, hij is een beetje in de war of zo. Hij trekt het zich allemaal veel te erg aan. En niemand begreep wat hij bedoelde, namelijk dan leef ik niet meer. Als dat gebeurt, dan zal ik niet meer in leven zijn. En pas toen ze een paar dagen na 14 mei hoorden dat hij zich het leven had benomen, toen ineens schoot iedereen die vergadering te binnen. En toen dachten ze, verdomd, hij heeft het eigenlijk gewoon aangekondigd. Soms lees ik een stukje voor uit het dagboek van Etty Hillesum, als ik het over Bonger heb. En ik dacht, ik doe het vandaag maar eens niet. Maar het is misschien wel de laatste keer dat ik over Bonger praat. Dus ik doe het maar lekker wel. Het is zo'n mooi stukje. Ja, en ik heb het een keer voorgelezen en toen kreeg ik ineens een brok in de keel. Dat mag toch niet gebeuren? Dat gaat me vandaag niet gebeuren, dat beloof ik je. Maar het is namelijk een heel ontroerend stukje. Etty Hillesum is een Joodse jonge vrouw die in de oorlog is vermoord. En wier dagboek is gepubliceerd, staat het erbij, in de jaren 80? Ja, 1981. Het verstoorde leven. Een schitterend, echt schitterend boekje. Heel, heel erg mooi. Warm aanbevolen. En Etty Hillesum die heeft een ontmoeting beschreven met de professor waar ze in de collegezaal les van had gehad. Hier gewoon in Amsterdam, sociologiecollege gelopen, criminologiecollege gelopen. Ze was niet zo heel erg dol op hem, de bullebak van college noemt ze hem. Maar ze ziet hem over straat lopen, over het Museumplein. Dat heette toen het ijsclubterrein, werd het toen genoemd, omdat het in de winter altijd werd opgespoten en dan kon je er schaatsen. Ga die rookwolken in de verte, zal ik nooit vergeten. In een spontane opwelling rende ik zonder jas de deur uit, achter hem aan. Oh ja, ze woonde daar, ze zag hem lopen en ze holde zomaar haar huis uit. Haalde hem in en zei, dag professor Bonger, ik heb veel aan u gedacht deze laatste dagen. Ik loop een eindje met u mee. En hij keek me van terzijde aan, door die blauwe bril. En hij had er geen idee van wie ik was. Ondanks die twee tentamens en dat jaar college. Maar in die dagen waren de mensen zo vertrouwelijk met elkaar dat ik daar vol vriendschap naast hem bleef wandelen. Dat is ook zo'n mooi beeld. Hè? Want ik bedoel, als nu iemand uit deze zaal de volgende week op mij afkomt stormen en zegt, meneer Van Eerikhuizen, wie ben jij? Donderop. Maar, probeer het niet. Nou, of probeer het wel. Maar Etty Hillesum die zegt van in die dagen, dus die dagen van die strijd, waren de mensen ineens heel erg aardig. Iedereen praatte met wildvreemde mensen of zo, want iedereen was natuurlijk verschrikkelijk bezig met die oorlog. Dit waren de dagen van de strijd. Zouden we het volhouden tegen de Duitsers? Dus wildvreemde mensen praten met elkaar. En ineens is die kloof tussen de grote professor Bonger en dat kleine studentenmeisje uit de collegezaal, die kloof die is helemaal weg. Het gesprek herinner ik me niet meer precies. Er was die middag net die vluchtruisje naar Engeland. En ik vroeg, vindt u het zin hebben om te vluchten? En toen zei hij, de jeugd moet hier blijven. En ik zei, gelooft u dat de democratie zal winnen? En hij, die zal zeker winnen, maar het zal gaan ten koste van enige generaties. Hij had helemaal geen idee, dit gaat 5 jaar duren. Hij dacht, een paar generaties moeten lijden, maar dan zal de democratie toch wel winnen. En hij, de felle Bonger, was zo weerloos als een kind, bijna mild. En ik kreeg plotseling de onweerstaanbare behoefte om mijn arm om hem heen te slaan en hem te leiden als een kind. En zo, met mijn arm om hem heen, liepen we langs de ijsclub. Hij leek gebroken en zo door en door goedig. Alle hartstocht, alle felheid was uitgeblust. Het hart loopt vol als ik eraan terugdenk hoe hij toen was. De bullebak van college. En bij het Jan-Willem Brouwersplein, dat is nu het Concertgebouwplein, opzij van het Concertgebouw, namen we afscheid. Ik ging voor hem staan, nam een van zijn handen in mijn twee handen en hij liet zo goedig die zware kop wat zakken en hij keek me aan door die blauwe glazen waardoorheen ik zijn ogen niet kon zien. En toen zei hij, en het klonk bijna plechtig komisch, tot genoegen. En toen wandelde hij weg in de richting van zijn huis in de Vossierstraat, waar hij precies wist wat hij ging doen. Dat is van Bonger. Nou, dit is het leven.
En nu nog een paar dingen over waarom zijn theorie werkelijk interessant is. Kijk, je hebt in zijn geschriften heb je een aantal dingen die een beetje terzijde zijn. Zoals wat hij schrijft over het nationaal socialisme, wat hij schrijft over de directe democratie. Dat zijn als het ware sidelines in het betoog. Maar de hoofdlijn zit toch in dat boek wat hier bovenaan in het rood staat. Criminalité et conditions économiques, een proefschrift uit 1905. Dat boekje Inleiding tot de criminologie uit 1931 is eigenlijk een soort hele beknopte samenvatting van de hoofdstellingen uit het boek Criminalité et conditions économiques. Zo ziet Inleiding in de sociologie eruit. En rechts zie je hoe ze verzameld werk is gepubliceerd. En in dat boek, ja, je zou dus kunnen zeggen, Bong heeft eigenlijk één boek geschreven. Dat is dat hele dikke proefschrift, 1905. En de rest van zijn leven is eigenlijk steeds bezig geweest met dat uit te werken. Elementen daaruit. Ras en misdaad. Geloof en misdaad. Hij probeert... Zijn opvatting van criminologie is ook door en door sociologisch. Criminologie is voor hem gewoon een afdeling van de sociologie. Daar kan je anders over denken. Je kan ook zeggen, criminologie hoort bij de psychologie. Er zijn zelfs mensen die zeggen, criminologie hoort bij de biologie. Het gaat over wat er in de hersens gebeurt. Het gaat over genetica, over geneigdheden van mensen. Bonger vat criminologie op als een wetenschap die zich bezighoudt met misdaad vanuit een sociologisch perspectief. Het is eigenlijk een subterrein binnen de sociologie. En in zijn boek gaat het heel erg over die vraag, hoe kunnen we allerlei soorten criminaliteit verklaren? En het allereerste wat hij doet is al dat hij meteen zegt, criminaliteit is een catch-all term voor een heleboel verschillende verschijnselen. Bijvoorbeeld seksuele criminaliteit, verkrachting. Dat is een totaal ander verschijnsel dan bijvoorbeeld de grote vermogenscriminaliteit, de witte boerencriminaliteit. Mensen die op een slimme manier geld weten weg te sluizen naar hun bankrekening en die daar heel, heel erg behendig in zijn en het zo doen dat anderen het niet kunnen ontdekken. Om die slimme accountant die op een hele handige manier geld naar zijn bankrekening weet te sluizen, met dezelfde term te beschrijven als een brute verkrachter, namelijk, dat zijn allebei criminelen, dat is eigenlijk al niks. Dan eigenlijk heb je het hele terrein al verwoest voordat je het bent gaan onderzoeken. Je moet dus beginnen met een typologie te maken. Soorten van criminaliteit, geweldscriminaliteit, economische criminaliteit, seksuele criminaliteit. Er zijn allerlei vormen en die hebben een heel andere etiologie, een heel andere causale lijn zit daarachter. En dat is het eerste. Eigenlijk is het hele woordje criminaliteit, misdadigheid, is eigenlijk al verkeerd. Hij gaat daarin heel ver. Hij zegt op een gegeven moment, dat vond ik een heel interessant voorbeeld. Nu sta ik iets te vertellen wat niet in mijn PowerPoint staat, maar wat daar een beetje omheen gaat. Maar het staat uitgebreid in mijn boek. Hij zegt op een gegeven moment, over de spoorwegstaking. De spoorwegstaking aan het begin van de 20e eeuw. En dan zegt hij, dat was die spoorwegstaking, was eigenlijk heel kort voordat hij zijn boek publiceerde in 1905. En dan zegt hij, voor die spoorwegstaking mochten spoorwegmensen staken. Toen heeft de regering een wet afgekondigd. Die wet zegt, mensen die bij het spoor werken, die mogen niet staken, want dat brengt de Nederlandse infrastructuur in gevaar. Dus het staken van personeel van de spoorwegen werd illegaal verklaard. Op dat moment zijn al die stakende spoorwegarbeiders criminelen. Dus die zijn, voordat die wet wordt aangenomen, zijn het dappere strijders voor goede arbeidsvoorwaarden voor het spoorwegpersoneel. Een paar maanden later, als die wet is aangenomen, zijn ze plotseling criminelen, komen ze in de grote categorie van de criminaliteit terecht. Wat je hier ziet, is dat er een sociale verandering komt van definitie. En ineens is een groep die voorheen niet werd beschouwd als behorend tot criminelen, nu wel deel geworden van de criminelen. En ik vind het een hele interessante passage, want wat hij hier aan het doen is eigenlijk etiketteringstheorie. Wat hij hier laat zien is dat wat wij beschouwen als crimineel of niet crimineel, dat tot op zekere hoogte afhankelijk is van de definitie die er in een bepaalde samenleving aan gegeven wordt. Dus het hele begrip criminaliteit begint hij al te problematiseren in zijn werk. Dat maakt hem al erg interessant. In de tijd dat Bonger aan dat boek werkt, zo 1905, zijn er een aantal andere theorieën die zeer in de mode zijn en waar hij zich heel scherp tegen tegenkeert, waar hij zich scherp van afwendt. En dat zijn vooral theorieën die zeggen dat criminaliteit voortvloeit uit bepaalde psychische ziekteverschijnselen. En theorieën die zeggen dat criminele mensen
ja, eigenlijk een heel speciaal soort karakter hebben, afwijken van de meerderheid, geneigd zijn tot het plegen van misdaden, een slecht ontwikkeld moreel gevoel hebben. En eigenlijk zijn het een beetje bruten. Het zijn eigenlijk mensen die zijn blijven steken in een eerdere fase van de ontwikkeling van de menselijke soort. En je kunt het zelfs aan hun gezichten nog zien. Er zit nog iets van de oermens in le criminel. Nee, de geboren crimineel. Zoals wij die hier zien in een beroemd boek van Cesare Lombroso. Een Italiaanse criminoloog die ervan overtuigd was dat je criminelen aan hun uiterlijk kunt herkennen. Nou moet ik heel snel zijn, maar dan wil ik toch nog iets leuks vertellen. Namelijk dat Bommer een keer in een discussie het argument gebruikte. Mijn gezicht voldoet geheel en al aan alle biometrische kenmerken van de geboren crimineel. En toen zei zijn opponent, nou ja, bij de ene leidt zo'n karakter tot criminaliteit en bij de ander leidt zo'n karakter tot dat je criminoloog wordt. Maar u heeft inderdaad iets met criminaliteit. Dat is een mooi argument. Maar deze hele lijn van redeneren, dat er dus een aanleg bestaat tot bepaalde vormen van criminaliteit, die wees Bommer dus volkomen van de hand. Hij dacht dat er geen schijn of schaduw van bewijs voor was dat er iets biologisch of erfelijks in de factoren die leiden tot crimineel gedrag te vinden is. En hij is daar zo fel in dat ik eigenlijk het idee krijg, hij lijkt heel erg op Emile Durkheim. Dat zal blijken volgend semester als ik het over Durkheim ga hebben. Namelijk een sociaal verschijnsel zoals criminaliteit. De criminaliteitscijfers van in zeer grote aantallen bij een collectief, bij een mensencollectief. Die moet je niet proberen te herleiden tot eigenschappen van individuele mensen. Zoals een pathologische aanleg, een kleptomane neiging, diefachtigheid. Dat is een categoriefout. Hij zegt ook op een gegeven moment waarom de ene wel een dief wordt en de buurman niet, dat is werk voor de psycholoog. Daar ga ik niet over als socioloog. Maar waarom de criminaliteitscijfers in een stad of in een wijk over een bepaalde periode significant stijgen, statistisch bewijsbaar stijgen. Dus als we het hebben over grote aantallen, daar ga ik als socioloog wel over. Maar dat moet ik dan niet verklaren vanuit individuele eigenschappen van mensen, een bepaalde aanleg, een bepaald soort brein. Ik moet dat sociale verschijnsel, dat collectieve verschijnsel criminaliteit, in verband brengen met een ander collectief verschijnsel, een ander sociaal verschijnsel. Zoals bijvoorbeeld de ongelijke distributie van de welvaart over de samenleving. Sommige mensen scoren een groter deel van de koek dan andere mensen. En die ongelijkheid, die kan een criminogene werking hebben. Dus het sociaal-economische verdelingsprobleem is nauw verbonden met het criminaliteitsprofiel. Bijvoorbeeld allerlei vormen van diefstal, van vermogensdelicten. Die kun je in verband brengen met de wijze waarop de welvaart verdeeld is in de samenleving. En dat is wel een toegestane redenering. Dan breng je het ene sociale verschijnsel in verband met het andere sociale verschijnsel. Maar het is verkeerd wanneer je het probeert te herleiden tot individuele eigenschappen. Nou, dat is een soort. En hij is dus ook ontzettend anti-biologistisch. Hij gelooft dus dat biologische redeneringen, dat en dat, er zit een kronkeltje in de hersenen en dat kan verklaren waarom bepaalde mensen zo gemakkelijker stelen dan andere mensen. Dat soort redeneringen, dat wijst hij heel erg fel af. Hij gelooft dat is een doodspoor in de sociale wetenschap. Heel interessant natuurlijk, omdat daar ook nu weer veel over te doen is. En ik moet natuurlijk wel zeggen, de hersenonderzoekers die daar nu iets over te vertellen hebben, die zijn echt, nou, duizend keer zo goed als die rare Cesare Lombroso. Sterker, de hersenonderzoekers die daar nu dingen over zeggen, die vinden het heel vervelend dat die idiote Lombroso daar ook al dingen over schreef 100 jaar geleden, omdat dat hun huidige onderzoek in een kwaad daglicht stelt. Dus in hoeverre je nou kan zeggen dat de kritiek van Bommer op biologische redeneringen nog steeds geldig is, daar doe ik nu geen uitspraak over. Dat laat ik even hangen. Maar daar komen we later in het programma, in het tweede jaar gaan we het daar nog uitgebreid over hebben, over biosociologie, over de samenhang tussen biologische en sociologische aspecten. Maar Bommer is er heel, heel fanatiek in. Die zegt, en dat is ook een beetje zijn marxistische achtergrond, uiteindelijk gaat het om de sociale bindingen tussen mensen en biologie heeft daar niks mee te maken. Bijvoorbeeld, als in een bepaald deel van de bevolking de armoede heel groot is, dan zal dat leiden tot allerlei andere verschijnselen.
Zoals, ik noemde dat voor de pauze al, alcoholisme. En dat kan dan bijvoorbeeld weer leiden tot geweldscriminaliteit. Dus armoede is, grote, diepe armoede bij een groot deel van de bevolking is zeker heel erg bevorderlijk voor criminaliteit. Wat ook heel bevorderlijk is voor criminaliteit, staat geloof ik niet in deze PowerPoint, nee. Dat is wanneer de armoede heel groot is en daarnaast de rijkdom heel groot is. Dus dat mensen in de publieke ruimte zich tonen in hun grote rijkdom. En als die zeer armen en die zeer rijken ruimtelijk gezien heel dicht bij elkaar leven, dan is ook de criminaliteitskans weer groter. Dus de kans dat mensen andere mensen zullen beroven groeit wanneer heel arme mensen voortdurend in contact zijn met zeer rijke mensen. Want dan denken ze, nou, het is vrij makkelijk om ze te bestelen bijvoorbeeld. Dus er zijn geografische factoren en sociologische factoren die een criminaliteit bevorderend effect kunnen hebben. En bijvoorbeeld, je ziet hier een hele lijst van factoren die verband hebben met allerlei soorten van criminaliteit. Nadat hij die discussie had gevoerd als klein jong studentje van 25 over de positie van de vrouw in de moderne samenleving, is hij wel heel erg bezig gebleven met de man-vrouw relatie. En hij is daar natuurlijk later veel voorzichtiger en subtieler over geworden dan toen hij nog een wilde marxistische student was. En wat hij bijvoorbeeld zegt is een samenleving waarin de relatie tussen man en vrouw zeer ongelijk is. Waarin bijvoorbeeld in de huwelijkswetgeving het zo is geregeld dat de man eigenlijk alles bepaalt. Ook weer, hebben we weer de marxist, in economisch opzicht. De man gaat over de geldzaken en de vrouw heeft een ongeschikte positie. Als dat wettelijk zo is, dus dat diep verankerd is in de cultuur, dan kun je ook meer seksuele criminaliteit verwachten. Seksuele criminaliteit, verkrachtingen, horen bij een type samenleving waarin een scherpe verdeling is tussen man en vrouw, waarbij mannen een hele machtige positie hebben en vrouwen een hele onmachtige positie. Dus wil je seksuele criminaliteit verminderen, dan moet je de relatie, het machtsevenwicht tussen mannen en vrouwen verbeteren. Dat heeft allerlei andere voordelen ook. Dat is sowieso een goed ding om te doen. Maar criminologisch gezien is een van de effecten daarvan op de langere termijn dat de cijfers voor seksuele offenses, dat die zullen dalen. Tot hiertoe is Bommer dus een en al sociologie en dus terecht de grondlegger van de Nederlandse sociologie. Niet alleen omdat hij die leerstoel bekleedde, dat tijdschrift oprichtte, die vereniging oprichtte. Maar ook door de wijze waarop hij zijn vak beoefende, de manier waarop hij over criminaliteit sprak. Maar hij bleef wel een erge marxist. En dat heeft mij toch ook wel eens verbaasd toen ik dat boek aan het schrijven was. In zijn proefschrift uit 1905, dat eindigt, 750 pagina's, subtiel, voorzichtig, heel erg empirisch onderbouwd. Alles wordt heel stevig onderbouwd met grafieken en statistieken. En hij is virtuoos in het werken met cijfers in een tijd dat allerlei statistische toetsingsmechanismen nog lang niet zo ver ontwikkeld waren als nu. En dan de laatste pagina's van dat boek. Je weet niet wat je overkomt. Het is werkelijk zo bizar. Dan zegt hij, nou ja, al die factoren die ik nu noemde, die ongelijke verdeling van arm en rijk, de manier waarop de productie is georganiseerd, het alcoholisme, de armoede in de samenleving, al die verschijnselen die een rol spelen in de etiologie, in de causale leer van de criminaliteit, die zullen allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnen op de dag dat het socialisme zal worden gevestigd en het kapitalisme ten einde zal gaan. En in een socialistische samenleving zal er geen criminaliteit meer zijn. Je zit echt met je ogen te knipperen. Je denkt, een verstandige, serieuze socioloog. En die zegt nu ineens, voer het socialisme in en de criminaliteit is over. Maar het is echt waar, het staat er echt. En in latere boeken heeft hij dat nooit, dat was 1905, hè? In latere boeken heeft hij dat nooit in die woorden meer zo herhaald. Maar, ik heb er goed op gelet, ik ken zijn werk beter. Ik mag wel zeggen, ik ken zijn werk beter dan wie dan ook. Hij is er ook nooit op teruggekomen. Hij heeft nooit gezegd, ja, wat ik in 1905 heb geschreven, dat was natuurlijk eigenlijk een hele rare opmerking. Dat zou ik nu zo niet meer zeggen. Hij werd hoe langer hoe voorzichtiger, hoe langer hoe subtieler. Maar Bommer was er de man niet naar om op te gaan schrijven. Ik heb ooit dat en dat geschreven, maar nu denk ik er anders over. En het is heel jammer, want hij heeft zich daardoor zeer, zeer kwetsbaar gemaakt voor kritiek. Er waren natuurlijk veel mensen die niet die 750 pagina's lazen, maar die vooral de conclusie even, hè, zo doe je dat. Je krijgt een heel dik boek op je bureau en je begint even die conclusies door te lezen. En veel van die recensenten die dat boek uit 1905 de hemel inprezen, die zeiden, wat is dit een knap boek, die zetten ook in die recensie natuurlijk alleen dat einde. Het is echt ongelooflijk. Professor Steinmetz bijvoorbeeld, zijn collega aan de UvA, die schreef,
Zou het nou in het socialisme nooit meer voorkomen dat iemand zijn buurvrouw zo aantrekkelijk vindt dat hij de buurman de hersens inslaat? Daar heb je echt het kapitalisme niet voor nodig, hoor. Dat staat echt heel erg los van de economische substructuur. Dus je zou kunnen zeggen dat enerzijds zijn marxistische betrokkenheid hem heeft bespaard voor bepaalde ideeën die in zijn tijd heel populair waren, zoals die biologistische redeneringen in de criminologie. De onvruchtbaarheid ervan, de slechte verdedigbaarheid ervan, die werd hem juist heel duidelijk omdat hij als marxistisch socioloog heel erg gefocust was op de economische infrastructuur. En dat heeft hem toch een beetje beveiligd tegen al te gemakkelijke sprongen in de biologie. Dat heeft dus voordelen gehad. Maar zijn marxisme heeft toch ook een paar enorme nadelen gehad en dat heeft zijn reputatie toch ook wel schade gedaan. Mensen zeiden wel tegen elkaar, ja, dat is toch die bonger, die man die denkt, socialisme moet er komen en dan is de criminaliteit voorbij. En dat is eigenlijk wel, hier zie je dus ook hoe ideologische betrokkenheid, politieke bevooroordeeldheid, bevangenheid, hoe dat de kwaliteit van iemands werk kan beschadigen en ook zijn reputatie tot op zekere hoogte kwaad kan doen. Ik denk dat dat er ook een beetje mee te maken heeft dat er toch niet zoveel mensen waren die bij hem wilden promoveren. Want die dachten van ja, dan moet ik toch een beetje dat marxistische gedachtegoed verdedigen. En daar heb ik toch niet zo zin in. Dus hij heeft zichzelf met zijn politieke uitgesprokenheid toch eigenlijk ook een slechte dienst bewezen. Dat was het.